De DD2, daar zijn we mee begonnen. Kijk, 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 kijk. Zo, hé, die pakt even een zootje plaatsen. Wie is dat? Dat is... met een groen. Ik zal eens even kijken wie dat dan kan zijn. We hebben Van de Kaai, Alders, Bronder, Sterke, Arts, Schepers, Van Vught, Wernse, Achterhorst, Vermeulen, Duurlingen, De Ru en Van Weert. Dat zijn degene, Ton Van Weert, waar we het over hebben, de DD2. DD2 is het ook zo al bekend dat Arjan Alders, die zal, niet Arjan, nee, Joey Alders, dat is zijn vader Arjan, maar Joey Alders die zal naar Portugal gaan, ons daar vertegenwoordigen en dan bijgestaan worden door Schepers. Schepers natuurlijk ook vroeger, Jules Simcoe-Jak heeft hij gehad in zijn team, Mike Barthe onder andere ook al vergebracht. We gaan eens kijken, wie is Van de Kaai? Bronder, Alders, Chris Sterke, Vught. Wernse, toch, de man voor de DDT Master. Hij die naar Portugal gaat straks. Sponsoren ook van Wernse, Top Truck en Westland, Simply Mover. Van zijn vader is dat, een prachtig, mooi systeem. Nummer 21. 21 krijgt 3 strafseconden. Dat is Imke Arts van de wedstrijdleiding. Wat ik al zei, zijn vader, dat is Wernse, heeft een mega mooi systeem voor alle supermarkets. Het zou wat voor Jumbo zijn, want het betekent ook dat je gewoon 40, 50 karretjes achter dat ding kan laten lopen. En in je eentje dat zo de supermarkt in kan rijden. Ja, dat is toch wel heel gaaf te noemen. Maar Albert Heijn wilde niet aan. Die laat liever jongetjes dan toch een heleboel sjouwen en duwen en trekken. Ook aan die hele zware karretjes. Maar goed, we hebben het geprobeerd. Aha, wil niet. Oh, nee, nee, willen ze niet. Nee. Van de Kaai, Van de Kaai, de man voor autoschade. Van de Kaai uit de Raamsdonksveer. Willem van de Kaai met de snelste tijd. 56-674. Joey Alders op 2. Dan Giel Bronder op 3. Sterke, Vught, Arts, Schepers, Wernse. Met de gouden 1 voor de Master. Van de Kaai, wederom een snellere tijd. 56-401. 56-401 voor William van de Kaai. Met Joey Alders op een tweede plaats. Met startnummer 35 normaal gesproken. Nu met een gouden 1. Hij ook als eerste en de tweede is bij de DD2 Master, is Duurlinger. Duurlinger met Wim de Ru. Wim de Ru achter hem en Ton Weert. En Achterhorst is als laatste bij de DD2 Master. Maar de man voor CL Coating uit Raamsdonkveer. Ja, 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 ja. Het is Van de Kaai. 56-261. Gisteren zei ik van de Kaai, wat is er? Hij zegt, eigenlijk ben ik wat te laat. Ja, wat te laat. Ja, ook natuurlijk had de man mega graag naar Portugal gegaan. En zijn vader kennende zal dat ook, had het dan ook zeker gebeurd. Helaas moeten we hem daar missen. Maar misschien komt hij nog om even te kijken. Dat kan altijd nog, Willem van de Kaai, samen met je vader. Joey Alders op 2. Uitkomend voor Roasted. Dan Chris Sterke voor GWS en Van Rijt Tuinen. Dan hoop ik dat Bronder ook zijn bandenmeter terug heeft gekregen. Of Bronder zijn bandenmeter heeft gekregen. Of in ieder geval dat ze die teruggebracht hebben. Een blauwe Vega. Ik heb Bronder niet meer gehoord overigens. Dan hoop ik dat hij hem inmiddels wel terug heeft.
Van de Kei, Alder, Sterke. Hebben even geen livestreaming. En dan is het een mogelijkheid natuurlijk ook dat ik dan weer wat WhatsAppjes krijg. Maar er is hier op dit moment in de toren iets met het internet wat niet helemaal lekker loopt. Van de Kei Alders, dan Sterke Bronder, arts van Vught. En Wernse, wat ik al aangaf, de man. Vroeger was die te vinden in de 100cc. Samen met Henk Wernse, zijn broer. Ook hij, een benadigd rijder. En een prachtig, mooi team hadden ze ook samen. Dat werd nou, niet bestuurd, maar wel. Ze moesten zichzelf bedruipen. Dat vond zijn vader dan in ieder geval. En zijn moeder uiteraard ook. En ik hoorde dat het ook mogelijk straks. Van de Kei. Dankjewel Martin Pot. Martin Pot, toch de grote virtuoos. Zeker op internetgebied. Hij loopt er dan ook bij dat je denkt van nou ja. Maar goed, elke keer weer flikt hij het. Om toch alles weer aan de gang te krijgen hier op het internet. En daar kunnen we ook zeker bij de Chrono heel, heel erg blij mee zijn. Dat het ook op die manier gaat. Van de Kei. Van de Kei 55-9-5-7. Alders 56-0-7-2. De man voor Roasted uit Noord-Holland. 1,2 seconden voorsprong is wat Willem van de Kei op dit moment op Alders heeft. Met start nummer 4. Start nummer 4, Willem van de Kei. Tweede plaats Alders, dan krijgen we Giel Bronder. Op een derde plaats, ook met Chris Sterke, arts van Vught. We hebben 8,5 minuut hebben we achter de rug. En het is, Berndsen. Berndsen die op dit moment bij de DD2 Master de leiding heeft. Berndsen, dan vinden we, even kijken, en natuurlijk ook Winderu met Weert en Achterhorst, ook de Masters, en daar weten we natuurlijk, uiteraard weten we al van, dat zeker Berndsen naar Portugal vertrekt. Heel even was het zo dat Henk Berndsen de monteur van zijn broer was. Ja, het was ook check, check, dubbel check. En, maar goed, hij inmiddels al vader van een heel lief kindje. En hij kon zijn broer natuurlijk niet elk weekend, of in ieder geval vele weekenden niet meer helpen. We zien dan nog steeds Van de Kei aan de leiding met Alders. En dan Giel Bronder op een hele mooie derde plaats. Zijn monteur is altijd nog zijn papa. De monteur van Bronder is zijn papa. DD2 Masters, de eerste race zijn we bezig. 55-8-66 voor Van de Kei. Wederom sneller hier op het prachtige circuit van
van Honsbergedamme Genk. 10 minuten. We krijgen 10 minuten. Krijgen we dan nog 2 ronden erbij. En dan gaan we aan de laatste ronde beginnen in deze mans van de DD2. De man met startnummer 4 nog steeds aan de leiding. Willem van der Kaai met Joey Alders op 2. 3 is het Bronder met Chris Sterke. Imke Arts, de dame in het gezelschap uitkomend voor Instra Bedrijfswagens en werkplaatsinrichting. Dan Nick van Vught, Alexander Vermeulen met Frits Wernsen op een eerste plaats bij de Master. Dan Duurlinger, Schepers-Dru, Weert en Achterhorst bij de DD2. DD2 is ook een klasse die vertegenwoordigd wordt en ook in Portugal te vinden is straks in Portimão. Dat is dan in november, begin november hebben we dan een aantal, een weekje dat daar de wedstrijden gehouden worden. Laatste ronde voor Van der Kaai. Van der Kaai kijkt nog eens heel even achterom om te zien hoeveel voorsprong die heeft. En hij hoeft er niet zo heel veel meer voor te doen om deze plaats te behouden. Maar ik moet zeggen, met alles weet je het nooit. Maar de afstand is dermate groot. Die is 2 seconden. En 2 seconden is heel wat bij elkaar om dat dicht te rijden. Zeker in een laatste ronde. Maar dat zal dan een utopie zijn als dat nog zou lukken. Van der Kaai op 1, Alders op 2. Dan durf ik het nog niet te zeggen of het Bronder of het Sterker zal zijn die op een derde plaats zal eindigen. Daar gaan we nog eens even naar kijken. De eerste plaats is in ieder geval sowieso voor de man uit de Raamsdonksveer van hetzelfde autoschadebedrijf Van der Kaai. Van der Kaai is blij. Ja, Alders ook blij. Handje gaat omhoog. En dan is het Giel Bronder op een derde plaats.